live trouwens. Dus live? Even geen vieze woordjes. Geen vieze woordjes, maar wel muziek toch? Maar zien we het al? Ja. Nou zeg. Ja, we zien het al, Steve. Ja. Een paar seconden vertraging, even hossel. Maar we zien het al. Moeten we een prijzenmuziekie? Beginnen die shit. Of niet? Mensen zitten te kijken, man. Ik neem nog even een slokje. Aankondigen. Heb je een intro? Nee. Dag mensen, zijn we er? We zijn te zien. Horen jullie ons ook? Dit zit hem. En welkom. Kom naar beneden en sla uw vrouw. Vertel. We gaan prijzen weggeven. Want we hadden een lading prijzen, mensen. Volgens mij hebben we echt letterlijk iets van 50 prijzen weg te geven. Zo. Dus als het saai wordt... Maar hij is een beetje bang dat het altijd prijzen valt, zijn. Ja, dat bleek niet zo. Dat bleek niet het geval. Nee, en er zitten een paar juweeltjes tussen. Meer prijzen dan deelnemers. Dus blijf vooral lekker hangen. Het zou lekker zijn... Oh, kijk. Horen jullie? Staat scherp, Stevie? Kijk. Scherp als een mes houden. Even kijken, hoor. Dan gaan we er gewoon doorheen lopen, jongens. Ja. Prijzenfestival. Ik hoop dat er ook veel mensen zijn die... Wij hebben net lekker geluncht. We hebben een kleine... Die gaan we weggeven. Niet zwaar, hoor. Een klein kwaremondje erbij. Iets voor de weggeef. Die geven we nog weg aan iemand die daar heel blij mee gaat, zijn. Hupsakee. Heb je de disclaimer al? Welke disclaimer? Dat we eventueel wat aan vriendjes weggeven. Ja, nee, het nepotisme is ons niet vreemd, toch? Okay. En daar gaan we volledig transparant over zijn. Ja. Zullen we gaan beginnen? Zeker. Kan jij de chat in de gaten houden? Of niet? Zie jij de chat? Gaat de muziek uit? Ja, dat vind ik wel lekker een beetje op de achtergrond. Wel, okay. Ja, toch? Komt-ie, mensen. 9 categorieën. Her en der hebben wij al een paar winnaars geselecteerd. We hebben er wat platen bij gezet. En her en der hebben wij een aantal mensen genomineerd. Daar moeten wij dan nog eventjes een ei over leggen. Dat komt vast goed. En we hebben op de achtergrond Hossel. Kom eens even erbij, man. Laat eens even je hoofd zien. Hossel. Dit is Hossel. De man heeft gewoon een gezicht. Het is niet alleen een fenomeen, maar het is ook gewoon een mens. Die ook 's ochtends naar het toilet gaat. Nou, ja. Dat is hem. Komt met elke bril weg die je maar op zijn neus zet. Zie je? Nieuw. En dat zien we nu ook nog weer. Nou, hij houdt de chat bij. Dus als er vragen zijn, dus zet die in de chat. Die zien wij niet, want wij hebben alleen al die prijzen hebben we op het scherm staan. Als er vragen zijn, kom maar door. We hebben muziekje. We hebben Lau, die is zo'n kenmerkende uitgezakte houding zit. Zit eens rechtop, man. Oude zak. Oké, zullen we erin gaan? Het prijzen! Dat heb ik sinds Dirty cancelled. Ja, serieus? Ja, serieus. Er zit nog niet echt veel energie in het lichaam. Je was ook een beetje aan het kuchen. Shit. Moeten wij ook nog even zeggen dat we heel dicht bij elkaar zitten, maar we hebben al zoveel kilometers in, mijn snot, in die snotbaard van Lau gezeten, dat als ik nu nog meer corona heb, dan komt hij wel. We starten met de SKC of the day. Voor degene met het hoogste, eigenlijk het laagste, Stevie Kruiswijk coëfficiënt. Die wint een... Ik heb ook de chat, joh. En dat is meteen al een controversiële, Lau, weet je nog? Ja, hier hebben we dit is een lastige. Dit is een lastige. Want jullie denken natuurlijk wel dat hij dit zomaar uit de muis schudde. Maar hier zijn dagen, weken van voorbereiding aan vooraf gegaan. Er is één iemand die had wel echt een mega Steven Kruiswijk coëfficiënt op de 200 mijl versie. Er zijn alleen wel mensen die niet weten wat Steven Kruiswijk coëfficiënt is. Ja, leg jij dat even uit. Ja, dit is gewoon de mensen die ten opzichte van de tijd dat ze onderweg geweest zijn, ook het meest gewoon gereden hebben. Gewoon stoppen, zeg maar. Minstens zijn, de minste niet hebben stilstaan, gestopt. Het voorwiel moet draaien. We hebben 2 genomineerden. Wat komt hier voor muziek? Oh, joh, je eigen podcast. Ah, joh. Nee hoor, ik had even de YouTube aanstaan, zodat ik ook de chat kon lezen. Oké. Muziek is weg. 2 genomineerden. We hebben Bas. Dit is de 200 mijl versie die jullie nu zien. Echt waar, maar 11, nog niet eens, 10 en een halve minuut stilgestaan. We zouden eigenlijk Steven Kruiswijk even moeten bellen. Om te kijken 10 minuten 31 stilstaan op een ritje van 13 uur. Alleen stoppen voor verkeerslichten, water aanvullen, voetgangers, auto's met voorrang, onfietsbare zandpaden. Ja, dat is. Heb je hem uitgerekend? Nee, maar dit is echt. Dit is bizar. Maar de discussie is. We hebben er nog één.
heeft feitelijk... Feitelijk heeft die een Steven Kruiswijk-coëfficiënt van 0,0. Die heeft 1 seconde stilgestaan. Nee, wat zeg ik? Ja. Ja. Nee. 19 seconden stilgestaan. Dus deze... 19 seconden stilgestaan. Dus naar de letter van de weg. Kilometer. Dat druk je nog niet eens als je een koers rijdt. Want dan moet je nog wel een keer plassen, zeg maar. Dat duurt al langer. Dus naar de letter van de wet heeft Pieter Heling gewonnen. Ja, Pieter Heling. Gaan we er een klap op geven, notaris? Of, Ja, ik vind het echt een hele lastige. Want als je... Wat de vraag is even, wat is een grotere prestatie? Laat ik die eens eventjes stellen. Wat is een grotere prestatie? Dat je 11 minuten stilstaat op 321 kilometer... Of dat je 19 seconden stilstaat. Ik ga even naar de chat. Kilometer. Ik ga even naar de chat. Wat zeggen de mensen in het land? Er zijn genoeg mensen die zeggen dat ze laatste zijn geworden in deze categorie. Dat is Erwin Sikkers. Die kwam om 3 uur 's nachts aan. Er stemt ook iemand op Bas. Ja, dat is die Bas Belder. Oké, kijk. Er stemt nog iemand op de 200 mijl versie. En er zegt Bas Belder zelf. Nee, serieus? Die zegt, komt Steven Kruiswijk voor 6,5 uur zijn bed uit. Ja, goede tekst, Bas. Wel een basistekst, ja. Ja, ik ben er wel uit. Oké, Bas wint, toch? Bas wint, want dat is gewoon buitenkant. Eenmaal allemaal... Verkocht! Bas, dat shirt wint hij eigenlijk? Officiële Skoda Tour de France Greenpoint jersey. Wat dus, weet hij die 19 seconden? Je hebt nou Sagan en je hebt Bas. Jij zei trouwens eerst dat hij anders zou winnen. Ja, zeker. Oké, maar je bent overroeld nu door het publiek. Zeker, zeker. Oh. Echt gewoon, uiteindelijk is het democratie. Democratie. Maar weet 19 je wat? Seconden is echt ik doe een toezegging. Hoe dan? Zou hij vals gespeeld hebben? Dat is het oude wielrennen. Ja, dat wel. Ja, ouwe. Als je geen regels hebt, kan je ook niet vals spelen, maat. Zo is het. Zal ik me een toezegging doen? Ik ga naar onze vrienden van Skoda en dan ga ik twee shirts. Okay. Maar als het een nou een pistool op mijn kop zegt, dan zet ik Bas op 1. Terecht. 11 minuten terecht. Op 321 Bas kilometer. Bas belde. Thanks mannen, hard voor gestreden. Jezus, echt dikke vet. Bas moest na 8 uur even kakken. Zei hij dat? Nee, dat staat niet. Heeft hij in zijn broek gedaan dan? Jezus wel, leuk zo'n chat. Lachen dit. Ja, Okay, door. God's Gift to Cycling. Dit is er eentje die Lau eigenlijk aan zichzelf wilde geven. Ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want er is de notaris even voor gaan liggen met zijn vatsertje lijf. Leek me wel chill, 150 euro free shoppen. We hebben hem. Dit is de Futurum Shop. 150 euro giftcard. Die hebben we eigenlijk in de podcast, die iedereen al geluisterd heeft natuurlijk. Hebben we hem al weggegeven, hè? Dat is aan dit hoofd. Lekker. Deze staat ook al in de podcast notes, volgens mij. Iedereen ziet dit, hè? Dus die is... Even kijken Luke of hier een beetje... Fietste met Marieke van Haarlem. Kijken of hier nog een beetje wordt aangeslagen... door de 200 mensen die in de chat zitten. Dit wordt hem, toch? Deze is het gewoon. Ja, deze is beste zelf van de dag. Deze is het geworden. Hoe heet hij? Luke Spouwen. Luke Spouwen. Ja. Nou, top. Hij wint Luke, hem. Hij wint hem. Je hebt hem verdiend, hij wist jongen. Het al. Dit is nummer 2, maar die heeft hem dus niet gewonnen. Maar deze chick die staat gewoon eventjes. Derde keer pissen alweer. Weet je wel. En ik mag nog niet, want ik moet me helemaal uitkleden. Moet weet je wel. Kijken, die neemt eigenlijk gewoon even de partner in de zijde. Ja, ging wel lekker. Ja, goeie actie. Heerlijk. Lekker bezig. Deze heeft Tess genomineerd. Tess is ook met de prijzen bezig. Ja, nou, die heeft zo, die zit stuk. Oh, wij zien niks, zeg Maarten Beum. Klopt dat? Oké. Moet niet maar zitten. Ja, kijk. Weet je wel, ik mag nog niet. Ah, hij gaat gewoon hoor. Nee, maar kijk, wij zien het toch ook. Oké, klasse. Prijs nummer 1. Oh, geef hem een klap op. Ja, die met die dikke ogen, die cortisone ogen zeg maar, of juist niet. Ja, cortisone ogen. Ja, dan moet je even naar de podcast luisteren. Ja, als je deze beschreven in de podcast. Lichte, obscure en controversiële uitspraak van Laurens en Dam, die morgen in de Laardenstraat staat. Die skippen we even. Oké. Hupsakee. Bonker of the day. Boom. Biggest Hunger Flat. Vijf keer. Ja, een pakketje hè, van Cliff en Nun. Je kan het op allerlei... Dat is gewoon winnen. Je kan het op allerlei obscure plaatsen aan je frame tapen, heb ik gezien. Jezus. Dat was heel snel. Luister daarvoor vooral de podcast. Maar ja, Nicky Terpstra, die had zijn frame. Een soort MacGyver frame. Ik denk dat er 10 repen aan zijn frame waren getaped. Al die Cliff Builder bars en zo. Maar gewoon lekkere repies. Ga je niet te veel hoornokken meer krijgen. Wie heeft er honger nog? 5 pakketten. Die gaan we niet allemaal apart behandelen. We hebben hier een klein slipje van de luier. Tessa die had ze al... die rijsterfly ziet er goed uit. Tessa had deze allemaal uitgezocht. Hè? Chocomel, hè? Dat is hem. Hè? Wie is die gozer daar rechts onder, man? Ja. Oh, valt mee. Ja. Had ik hem nog kunnen winnen. Zo heb ik er ook bij. Ik heb die foto. Hier zijn ze. We zijn de winnaars.
Andrea Luik. Oh, kijk, dit is de grote winnaar van de dag, hoor. Die recht staat, volgens mij. Eline van Stralen, Bas Hoogland, DJ Bouwmans, Patrick. 2946. Hier, rest. 3 carrot cakes, 1 stuk bananenbrood, een paar koffie, appelsappie. Ja, heb ik ook altijd behoefte. Hongernok, doe maar een appelsappie. Ah, hij staat er scherp op. Hij staat er scherp op. Nou, hupsakee. Komt jullie kant op. Oh. Deze is mooi, hè? De CO2 Patron. Geef deze weg aan een prof, of niet? Oeh, ja, inderdaad, ja. Voor de unfortunate. Dus degene die vaak lekker heeft gereden, die krijgt van ons gewoon bandjes, race winning tires. 5 winnaars. Winnaar 1. Maarten Wijnands. Ja, 3 leuke banden. Had hij zich nog zo voorbereid? Ja. Nee, waar ik me Wout van Aten in de podcast helemaal niet naar gevraagd. Jawel, hij had het zeker. Oh, okay. Over, weet je, die tekst van, nou, de captain gaat niet zo goed. Maar hij moet maar denken, als je straks Parijs-Roubaix rijdt. Ja, ik dacht dat het naar de klote was. Ja, ja, het ging niet over zijn lekke banden. Nee, ik dacht dat hij vooral moe was. Maar het gaat toch de lekke banden helpt ook niet mee, hoor. Dus Wijnands heeft er een setje banden. Drie keer lek. Geef persoonlijk af. Oeh. Joosterhout 1. 5 keer flat. 5 keer lek. Oei, oei, oei. Ja, ik ben benieuwd hoe die 5e lekke band heeft gerepareerd. Hoeveel? Of hij ook een pompje mee had. Hoeveel had jij mee? Hoeveel tankjes, zeg maar? Hoeveel 3. Patronen? Denk jij, Dennis? 2. Ja, ik ook 2. 2 patronen. 3, nee, ik denk zelfs 4 patronen, 2 bandjes heb ik mee. Ik was op alles voorbereid. Ook een pomp. Ik had ook geen pomp. Knuppels, jongen. Knuppels. Amateur hour. Nou, Joost houdt. Jezus, 5 keer lekker. Heb je een kutdag? Hoe lang reed hij? Als dat op 3 Ja. Of plakken. Dat kan ook, hè? Ja, precies, ja. Kenneth Komans. 1, 2, 3, 4. Even tussendoor. Oké, dan gaan we pakken het aan. Maak deze even af. Ook 4 lekker bandjes. 4 keer lek. 3 keer lek. Jeroen Veenstra. Lekker bezig, jongen. Lekker in een bocht. Lekker in een bocht even. Lekker in een bocht. Peter Krijvanger, stuur ze maar op. Jaapie Stoemp. Deze had Tessa er even ingeknald. Oh, die heeft alweer niet lek, maar die krijgt wel een setje bandjes. Die heeft wel een lekkere nacht. Omdat hij een baby had gekregen. Lekker bezig pellen. En dan nog iets over de chat. Mensen vragen nog naar een aftermovie, maar worden in de chat zelf al door anderen gecorrigeerd. Ja, er komt een aftermovie. Kijk Marjolein, dit willen wij zien. Nou, die aftermovie komt, jongens. Dat gaat alleen wel even op zich laten wachten, want we hebben ongeveer 500 terabyte aan footage. Ja, we hebben het zo druk. Oh, dingen doen. Briefposten. Ja, dus duurt even, maar het wordt een topfilmpje. Ja. Ja, ik vind eigenlijk, het doet me pijn als je zegt filmpje. Dan vind ik eigenlijk, vind ik moeilijk. Hoe wil jij het zeggen dan? Een lifestyle-reis was media. Movie. Production. Movie. Een movie. Wanneer gaan we nog op Netflix? Zeker. Okay. Zeker. Deliver. Deliver. Jongens, we gaan door. En door. Want dit wordt natuurlijk weer veel te lang. Ja. De crash test dummies voor de grootste crash. 3 keer een kwakzalver pack. Oh, dat is ook mooi, ja. En die wil je hebben, hoor. Dus dat is krampkrachtig. Kijk, ik heb hier staan. Wacht. Ja, pak ze eventjes. Even wat... product placement. Jongen, deze is al te vaak gebruikt, helaas. Welke gebruik jij het meest eigenlijk? Ja, wonder. Ja, tuurlijk. Dat is een beetje vragen naar de bekende werker. Dus, wonder, coole gel. We hebben ook nog magnesium en zo. Dat deed Gary Hekman altijd op zijn poten, geloof ik. Dat staat hier achter ergens. Ja, maar dat wordt wel wit. Hou er rekening mee. Oké, hossel. Voor je handen. Nee, dat is wat anders. Dit is krampkrachtig. Ik doe niet anders. Hossel had die andere keer gebruikt. Ja, dat wil je niet doen. Ja, maar dat is voor... Dat is om die gewichten vast te pakken. Ja, precies. Dat heb ik gedaan. Ja, goed, kan niet anders. Dat is om die gewichten bij te pakken, dus die heb jij niet. Je krijgt een pakketje wat helpt dat die wondjes sneller genezen. Appelpieter, jongen, jij bent op je kloten geslagen. Het greffel zit tot onder je nagels. Er komt een verzachtend, helend apparaat. Ik wil trouwens ook een extra nominee. Ja, we komen wachten. Eerst even deze. Nou, dit zijn al de winnaars, hè? Oh, dit zijn de winnaars. Bro Tinia, Done and Dusted en Dusty, ook op zijn kloten geslagen. Oeh, zie je dat? Cool. Ja. Een goed plaatje. Die gaat zeker een pakketje krijgen. Hier, paracetamol, ibuprofen, alles ligt naast hem. Zie je het? Hij is van de oude wielrenner. Hij heeft weinig gevoeld van die crash. Wil jij hem ook een cortisone-injectie geven? Ik zie toch een beetje puffy eyes. Heerlijk. Jaap Oostinje, help ons. Gebroken arm. We kwamen helaas toch een gebroken arm onderweg tegen, zegt Jaap. Gezien de situatie maar niet gevraagd of ze door gecanceld reden. Maar de fietsen leken ernaar. Ja. Dat was leuk, hè? Dat je dan mensen herkende of zo. Dit was minder leuk. Dus we moeten die gast van die Strava-activiteit achterhalen. Ja.
Ja. En dan mag ik het extra nomineren, want ik werd zeker, ja, zeker kwakzalver. Gossen. Yo. Die ging een dag eerder al op zijn kloten. En daar moet je nog. En die was best wel hard op zijn. Ja, en ik heb gisteren ook zijn filmpje gekeken op YouTube. Die had zijn aftermovie iets sneller klaar dan mij. Ja. Die wondjes zagen er niet lekker uit in zijn filmpje. Nee. Die waren helemaal vol met stof en viezigheid. Dus Gossen die gaat extra kwakzalverpakketje. Ja. Dat ze het bij kwakzalver weten. En anders krijgt hij mijn aangebroken tubetje. Ja. Nou, aangebroken tubetje van Laurens. Daar zal die veel meer in zitten. Oké, jongens. Volgende, de Not So Early Bird. Ja. Die hebben we niet. Maar ik heb eigenlijk één iemand waarvan ik weet dat hij te laat is vertrokken. Thijs Zonneveld. Die gaan we nu shit geven. Even serieus. Als je nou zo laat begint, Thijs, doe dan even lekker. Je kan beter gewoon op tijd beginnen. Dan hoef je ook niet de hele dag zo hard te rijden. Want heb je gezien hoe hard die gasten rijden? Die hebben de A1 gepakt. Duurt die N weg? Ja, die reed 32 gemiddeld. Die hadden aerosokken aan en die hadden tijd het fietsen. Volgens mij reden ze op turbo cotton bandjes waarmee je op sloten normaal rijdt, zeg maar. Zo weinig gravel hadden ze. Misschien hebben ze wel alleen sloten gereden. Ja. Oh. We hebben 32 gemiddeld. Waren we lekker vroeg thuis. Hè? 6:30 vertrekken. In the spirit of gravel, jongens. Ja. Maar hebben we hier dan wel nominees? Nee. Dus die moeten we apart doen. Gaan we gewoon at random gaan we die uitdelen? Die gaan we at random. We zoeken gewoon e-mailadressen en dan oké. Ja, dus, en het werd ook wel een hele lange but. Dus een flink aantal mensen krijgt een zak koffie. En een bicycling jaarabonnement. Die hebben we hier liggen, want 10 keer dat is toch niet niks. Hé, hey, en was het niet Joop die de Tour won? De fiets is verder niet. Hoe Joop doet, maar wat een goede foto. Ja, topfotootje. Op zijn oude, oh jongens. Je moet even dat stuk lezen trouwens. Over Floyd Landis. Echt een goed verhaal. Ja. Ja, is dat echt een goed verhaal? Hij was licht opgespekt, zag ik. Ja, over zijn CBD-olie en zo. Dus 10 keer een abonnement. Ja, en door. Ja, ik denk, jij gaat een bicycling weer even pluggen, zoals je dat altijd doet. Nou, op zich valt wel mee, hè? Kokzal, je komt er bij elkaar eraf. Laurens zegt altijd, ik ben een narcist, maar wel de beste. Hey, de Gravel Crusher shoes. Of nee, de schoenen voor de Gravel Crusher. De schoentjes die je krijgt. Dat zijn topschoentjes trouwens. Ja, die zitten lekker. 23 kilometer zonder problemen. Als je gewoon een beetje je best deed om een toffe tocht te rijden. Tom en Sterre van der Veen. Ja, Bikepack dit was weekendje. Fantastisch. Ik hoop dat ze achter elkaar even gezet, Tessa. Van Groningen naar Twente en terug. Plus nog even Dirty Cancel tussen. Ja, dus die reden ongeveer 4 dagen achter elkaar. Reden, misschien wel 1000 kilometer, zeg maar. Dus... Ze moeten alleen wel even uitzoeken wie de schoenen krijgt. Ja, of iedereen eentje, dat kan ook. Ja. Ga maar even door. Ja, er zit wel een verschil trouwens in. Je moet je wel een beetje levelen. Oh, ja, dat was jammer. Maar in ieder geval, want Tessa die liet gisteren 4 foto's zien. Die gasten hebben echt 4 dagen achter elkaar gefietst om naar hun Dirty Cancelled dingetje te komen, zeg maar. Vet. Dat was wel echt tof. Ja. Nou, Tom en Sterre vechten om die schoenen. De Hummingbird, die bouwen we op. Quirijn Evers. Dus de vraag is eventjes, wie had de hoogste gemiddelde hartslag over de dag? Ik krijg daar overigens gezeik van, jongen. Nee, dat zei Thijs al ook. Die appte mij. Die zei, Laurens. Ah. Ja. Ik krijg er gezeik van. Over die Wahoo gesproken. We hebben nog een extra Wahoo in de aanbieding. Ja. Ja, voor degene die het meest verdwaalde. Ja, en wie is dat geworden? Thijs al. Vriend van de show. Dus we geven hier een vriend van de show, geven we een extra bouw. Weet je, maar hij heeft hem ook echt verdiend. Want hij had alleen een kompas mee. En een ketting. Hij wilde minimaal 320 kilometer rijden. Ik dacht dat hij een geintje maakte. Dat hij, hij heeft gewoon puur op... hij is ons tegemoet gereden, want we hadden hem van tevoren... En toen is hij meegereden en toen teruggereden. Net zolang dat hij 320 kilometer had. Geven wij gewoon aan hem. Geven wij die wouw ook. Zijn we volledig transparant over. Dit, dus dat is de extra prijs. En dit... Wie had de hoogste gemiddelde hartslag, althans, waarvan wij afweten? Quirijn Evers niet. Die had 154. Voor 9 uurtjes. Voor 9 uurtjes. Hotza. 154. De Hummingbird. Brian Antonissen. 155. Hoe lang was die? Oh, dat zie je niet. Die had 160 kilometer. Dus die had 100 mijl gepakt. En dan hebben we hier... Eentje van 159 gemiddeld. 159. Hotza. Sagol. Ben je die heeft 1,5 uur boven de 188 gereden. Zien jullie dat? Even het fotootje. Even meepakken. Maximaal van 193, maar 1,5 uur boven de 188. 7000 calorietjes. En volgens mij was zijn tekst... Dan moet ik eigenlijk even opzoeken. Dat kan allemaal.
zijn tekst was... Dat was een goede beetje semi-studentenkozen tekst. Ik pak hem er even bij. Hij had een, verklaring voor zijn hoge hartslag. Hij had veel gezopen de avond eerder of zo. Ja, 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 maar volgens mij drie avonden van tevoren. Hij zei, ja, een beetje, maar hij zei ook echt... Ja, ik heb een beetje doorgepilst of zo. Even kijken. Sago. Ik heb boven in gaan zoeken. Ja, hier. Ja, bizar slechte poten. Iets te lang gepilst op donderdag of vrijdag. Nou, klasse, Sago. Goede voorbereiding. Het levert je dit mooie, dit knappe, nieuwe Wahoo kikker. Nee, tikker. Hartslagbandje op. Voor jou. Hebben. The King of Komoot. Is een mooie. Toon Aarts was ook een uur te laat gestart. Serieus? En Mr. Magistrale zelf ook. Nou, dan hoeft hij nog maar vier zakken koffie op te sturen. Scheelt ons weer een bakje. Toon Aarts, ja. Dat is te laat. Maar die deed ook 150 mijl, hè? Oké, jongens, dit is een prijzenshow. Dit moet strak in het volgende. King of Komoot, ja. Voor de best route meister, de mooiste route. Krijgt echt een dikke vette prijs, hè? Ja, die premium package. Ja, dat is gewoon, dan zit je er warmjes bij als je van Komoot houdt. Dus daar gaan we. Kun je wereldwijd gewoon alles plannen. Ja, deze vond ik tof, man. Deze die test weer gisteren zien. Ga even... Aanland te zien zo. Je did een travel for gravel. Daar ging je niet voor in aanmerking, zeg maar. Maar hij heeft Ameland wel even uitgespeeld. Jezus, ja, ik weet niet of de mensen thuis het kunnen zien, maar die heeft gewoon elk padje wat er op Ameland... Elk konijnenpad wat er op Ameland ligt. Maar je zou maar konijn zijn op Ameland. Ja. Die gozer 12 keer voorbij zien komen, jongen. Ook precies om 6 uur gestart trouwens, zie je dat? Ja, respect hoor. Ja. Want, ik was 4 voor 6. Was jij precies 6? Ik was om 6 uur gestart, alleen we moesten natuurlijk 3 keer terug. Dus we moesten er even een shortje. Weet je dat je op Kansas staat en nog 3 keer... Fair point. Het is een fair point. Naar de vesting. Dit was mijn persoonlijke vet is dat die wel een prijs moest winnen. Noorwegen. Want dit leek me wel een bikepack tripje waarde. Godsam, wat een mooie. Ja, toch? Oh, maar berg is zo mooi, hè? Ja, maar ook heel veel hoogtemeters, toch? 14 uur over gedaan. Bijna 5000 hoogtemeters. Ja, niet normaal. Wel een Nederlander trouwens. Een marmotje in Dirty Kenzelt zeg maar. Holy dus, Bergen, mooi hè? Deze verdienenwinnaar, of ook een verdienenwinnaar van het pakketje. Freed G. Ik zou jou een goede naam voor Dirty Kenzelt. Jorrit Kiewiet. Dit is die deed de Colle della Finesse, man. Is gewoon lekker om erbij te hebben. Ja, die heeft een tijdje, dat is best wel een beetje... Wel een beetje dunne bandjes. Maar, ja, dat valt me aan. Hij had ook al in aanmerking gekomen voor de CO2 Patron of the Day, maar... De Colle della Finesse, daar ben je ook al van geknald. Nog... Hoe grof is het? Hoe grof is het gravel? Dat kan wel, maar waar hij nu staat met zijn dunne bandjes is toch weer een andere paar. Ook mooi wat Wout van Aert in de podcast zei, dat hij zegt, ik heb nou steeds op 38 mm over het gravel gereden. Straks moet ik... We kunnen het niet zien, zeggen mensen soms, maar ik snap het niet. Doorschippen, ja. Nu gaat hij door. Zo. Lukt het? Jezus, we zijn lang van stof, mensen. Sorry. We hadden dit in 10 minuten doen. We wilden het in 10 minuten doen, maar we zijn... De dia's lopen niet. Hoe gaat... Een paar keer voorgekomen dat je heel 3 prijzen in als je verder waren. Tessa, die komt even... Niemand ziet Noorwegen nog. Gozer. Ja, weet ik veel. Gaat hij weer naar mij zitten kijken? Pak eens je verantwoordelijkheid, man. Regel de zaken, man. Nee. Kijk, ik niks aan jou overlaten. Nee. Hij pakt de PDF, toch? Ik weet niet wat ik eraan zou kunnen doen, jongens. Ik ook niet. Is het nieuwe Yorkie? Ja, klopt. Ah, hij loopt gewoon langzamer. Dus moeten we misschien maar iets meer praten. Die slide gaat vanzelf of zo. Ja. Nee, die gaat niet vanzelf. Maar er zit meer vertraging op die slide, denk ik, dan op de... Noorwegen hebben we niet gezien. Nu weer wel. Zien jullie nu Jorrit Kiewiet? Hoewel, grijpen ze in. Ja? Oké. Dan gaan we nu door. Als Jorrit Kiewiet heeft ook al gereageerd. 26 mm, maar 0 flats. Lekker, Jorrit. Weer naar 2 niet gezien. Jongens, het wordt chaotisch. Daar hou ik niet van. We gaan door. We gaan door met de Mooi Boy of the Day. Maar wel mooi dat gewoon 270 mensen daar ook gewoon keihard op reageren. Van ja, al gasten. We worden meteen tot de orde geroepen. Lekker. Ja. Tessa bedankt. Mooi boy of the Day. Ramon Sinkeldam, toch? 5 keer Sokkeloen, Merino Sox en 1 keer de LSRF jersey. Ik zeg Ramon Sinkeldam. Nee, Mrs. en Mrs. Cycling. Mr. en Mrs. Cycling. Deze mensen, dit is een duootje. Ik weet hun namen niet, maar ik ben wel een beetje gecharmeerd van ze. Al moest ik zeggen dat ik de eerste dagen of de eerste keren dat ik ze zag, me daar op z'n licht gezegd wat over verbaasde. Want die zijn gewoon volledig doorgecoördineerd.
Zelfde fietsen, zelfde stuurlintjes, zelfde sokken, zelfde schoenen, zelfde petjes. Echt alles doorgecoördineerd. Nou, ze maakte aan het eind wel een kleine misser door een cola light flesje en een gewoon cola flesje op muurtje te zetten. Dat kan gewoon niet. Een beetje jammer. Dat kan gewoon ze werden ook gemasseerd na afloop. Ik heb een storytje gevolgd. Serieus? Ze werden gewoon gemasseerd na afloop, ja. Afterparty met massage. We wilden ze ook de ANWB-woord geven, zodat ze twee goede gastra-jassen kunnen kopen, zoals het de echte boomers betaamt. Jongens, no offense. Maar soms... Crocs. Dat wil ik nog. Crocs zijn we helemaal in. Ja, die zijn helemaal in. Ze mogen weer. Als Hosselt zegt... Als Hosselt zegt, dan is het zo. Nou, Mr. Cycling krijgen twee paar sokken, want we wilden geen wig in een goed huwelijk stoppen. Is dat goed Nederlands? Niet helemaal. Blitzenbril. Martin Lucas, jongen. Die bril, je ziet er een beetje uit als... Mooi boy. Hij is wel een mooi boy. Die oude collega van jou, Geske. Geske baardje. Goed fietsje. Ik weet niet of iedereen het kan zien, maar het is een goed fietsje. Mooi Born on Tour, Dirty Cancel. John en Cindy heten ze trouwens, zie je. John en Cindy. Ja. Ik ben Fred G. van Noorwegen. Frederik de Graven kijkt ook mee. Nou, Frederik die heeft er ook gewonnen. Oh ja, een komoot pakketje. Winnaar 4. Bolt met beenstukken willen ze zien. En ze sokken erover. Zeker. Even prikken. Hoezo? Hoe anders dan? Ja, hoe anders dan? Ja, hoe wil je ze eronder doen? Als je nadat je door het weiland bent geploeterd ook nog je kroonjuwelen over een spannend hekje moet gooien, dan verdien je wel een cadeautje. Ja, ik heb zijn naam even niet, maar die weet Tessa vast. Dus deze pakt ook gewoon. Dat is een van welke ploeg is dat ook weer? Is het niet van dat Zwolse? Kachelroal bedoel je? Nee. Lijkt het op. Volgens mij is het wel een wedstrijdploeg geworden van het land. Het Zwolle of zo. Ook met zijn wegfiets aan het rijden. Kijk, Niels 89, die crasht nog gewoon even een wedding. Klasse. Knappe sokjes ook. Ziet er goed uit hoor. Die pakt hem ook. En de winnaar van het LSRF shirt, Mees van 12. Volgens mij heeft Mees van 12 gewoon de 100 mijl gereden. Ja, een shirtje gewonnen. Wat een baas. Ging gewoon weggeven. Maatje S maar doen. Mees. Lekker bezig Mees. Maatje S. Kan trots Jens op jezelf zijn. Jens past hem ook. Kijk. Gaat Mees hem ook passen. Mees ziet er ook wel, ziet er wel goed wel uit alsof hij goed hebt afgezien. Nou, ja. Lekker Mees. Complimenten jongen. Gaan we langs naar het hoogtepunt? Ik hoop dat hij meeloopt. Ja, Mees loopt mee. Ik zit ook op de letter nu. De Party Animal. De Party Animal. Oeh, dit is de hoofdprijs. De hoofdprijs. Laatste prijs. Safety Best for Last. Van Traeger, waar wij heel blij mee zijn de laatste tijd. Oei, oei, oei. Ook nog vleespakketten. Een stevig vleespakket. Jezus, hoeveel foto's gaan er langskomen, man? Nee, dat valt er zo mee, want het zijn eigenlijk drie prijzen. Okay. Want één prijs is de Traeger. Met de meatlovers, met het vleespakket. Ja, als je een Traeger hebt en je kan niet... We geven meteen een pakketje vlees mee. Kijk, hier, jongen, goed. Maar dat is wel een beetje de IJsselstreek, die gast die kwam van... IJsselstreek, ja. Ja. Komt een vraagje voor mij over kleding. Dat is recht, maar komt. Ik zou deze week of volgende week je mail en de socials goed in de gaten houden. Het is voor de kleding. Het is corona geweest, fabrieken dicht, al die shit. Maar het komt eraan. En... Het zit lekker. We gaan pre-orderen, toch? Ja. Als we het geregeld krijgen. Nou ja, gaan we doen. Gaan we doen. Laat even zien, man, de voorraad. Laat even één shirtje zien. Gewoon een sneak previewtje. Voor deze. Hossel, juist van de shirtjes. Voor deze 300 man. Gaan wij even door hiermee? When is the coffee shop? Is genomen in... Hier moeten wij gaan kiezen. Ja, dit is... wij gaan kiezen. Ja, wie krijgt de barbecue? Ultieme... Dus dit is gewoon echt voor de hoofdprijs. Dus even, jongens. Hebben we ook een foto van Jelle erin? Nee, want die is voor wat anders. Okay. Dit is voor de hoofdprijs, namelijk het... Mag ik hem openmaken? Nou ja, we gaan eerst... Jongens, we gaan eerst in. Dit is de hoofdprijs, dit is het hoogtepunt. When is the coffee stop? De ultieme family afterparty, inclusief zelfgeknutseld fietslint. Dat was mooi. Die reed door het fietslint heen. Nee, dat fietslint, dat ging kapot voordat ze erheen kwamen. Ja, de kinderen trokken wat hard, maar er was wel aandacht aan besteed. Ja, dat was lief. Dat was tof. Dit is When is the coffee stop? Genomineerde 2. Hier heb ik een filmpje van gezien. Die hadden wel een bakkie op, weet ik. Ja, die waren lekker bezig. Sietse Bosma en Wim Verdonk. Die staan met een unicorn. Staan ze, ik weet niet wat voor LSD-trip ze zaten. Ja, daarom. Ze hebben een vuurtje aan en ze konden lang blijven zitten. Satéetjes, vuurtje aan. Hertog Jannetje op tafel. Gesneden stokbrood. Daar is Tess wel altijd een beetje tegen. Ja, want de stokbrood moet je breken, bedoel je. Of voorgesneden. Niet in van die plakjes. Nee, precies. Plakjes, oh ja, dat is geen naar de Albert Heijn. Dan koop je zo'n zak. Ja, dat kan ook. Natasja had hem gereden. Ja? Ja, dus het feestje is van Natasja. Jij kent ze? Ja, Natasja, ik zie hem toevallig voorbij komen. Okay. Natasja heeft hem gefietst. Lekker bezig, Natas. Hey. Ben Natas, daar staat hij ook. Natas, ja.
Nou, dit is genomineerde 2 en dit is genomineerde 3. Ik weet trouwens niet of deze wel, moet je kijken hoe wij zitten, maar of deze wel door de corona. Ja, maar ik vind het, ik denk wel van. Nou, Martijn Markussen met zoveel fietsmaten verdienen. Met staattafels in je tuin en zo. Dat is wel een afterparty. Heel veel gasten. Ja, ja, het ziet er behoorlijk. Duurt tot 2 uur 's nachts. Ja, deze gasten ken je ook. Deze gasten. Wat is die hossel, joh. Hossel kent iedereen, man. Wat een dag. Martijn Markussen. Is het Egmond toevallig? Dit ziet er wel... Ze wonen nog in Egmond ook. Maar wat doen we, jongens? Wat doen we? Want dit is voor zometeen. Wat doen we? Geven we Martijn Markussen, die met zijn hele voetbalploeg, wielerploeg hier op een of andere industrieterrein staat. Ja. En zo. Nou, sorry, als het je huis is. Benatas, die in een LSD-trip zit met de unicorns. Gaan we kijken wat... Wat zegt het publiek? Wat zegt het? Natas, tot 2 uur, zegt Natasja. Ook lekker, Natas. Anderhalve bal afstand. Kan niet missen, Natasja. Riding solo. Lekker, Dennis. Nou, vooral Natasja is online. Ja. Nummer 3 zien ze niet. Wie is nummer 3? Oh, nummer 3 zien ze niet. Ik laat hem even stilstaan. Dat is Martijn Markussen. Die staat er met een heel pelotonnetje. Op gepaste afstand. Mooi dat jullie ons corrigeren. Komt hij al, nummer 3? Hij staat nog steeds op genomineerde nummer 1. Wat is dat voor ons? Ja, nee, dit is 2, dit is 3. Corona. Sorry als het je huis is. Het is niet helemaal correct. Sorry als het je huis is. Ja, maar het is toch wel eens street trainen. Koffie stop, nummer 1, Jezus man, de familie, die kids. Nou, zullen wij nog een klap opgeven, Lau? Jij mag het zeggen van mij. Nee, jij mag het zeggen. Dit is voor mij lastig. Nou, dit is corona. En dit is die hele inteelt Noord-Holland shit. Die hebben al, krijgen al genoeg prijzen. Ja, precies. Dus dit ken jij ook, hè? Sorry, Natas. Opzouden. Ik wil gewoon even ongenuanceerd horen. Met het karige feestje. Weet je wat? Deze stadse boys met hun kinderen. Die gewoon 3-23 hebben gepakt. Die daar een welkomstcomité hadden. Deze Rafa boys. Moet je de trots zien. En kids helmpjes op. Ja, ook punten scoren op de schaal van LSRF. Wat mij betreft is When is the Coffee Stop de gelukkige nieuwe eigenaar. En ik hoop wel dat ze bij elkaar wonen. Want er is maar 1 barbecue. Misschien kunnen ze het vleespakket en de barbecue. Gaat los, man. Kunnen ze verdelen. Nummer 1 heeft gewonnen. Ja. When is the Coffee Stop. Hoppa. Gefeliciteerd, jongen. Dan gaan we. Die is voor jou. En 2 en 3 gaan die dan meteen door van Kwamond goodiepakket of zo? Ja, dat is verdomme, jongen. Dat klopt. Kijk maar. Ja, heeft Tessa, jij hebt de kokstoof met Tessa. Genomineerde barbecue. Dus die zijn. Dus we hebben. Kijk, dit hier gaat snel. Ik zie hem even stilstaan. Ja. We hebben voor de Kwamond goodiebags. Terecht. Je keuze wordt gerespecteerd. Ja. Ja. Ik zit daar naartoe te kijken. Het is wel lekker geformateerd, deze awardshow. Doen we goed. Al het begin is moeilijk, man. Genomineerde barbecue afvaller 1 en 2 die hebben gewonnen. Dus jongens, de poedelprijs komt krijgen ook. Krijgen die ook dat vleespakket dan? Misschien kan jij het meteen even afleveren. Ja, toch? Hey Dennis, ben jij hier ook? Rick Niehoff en BW Cycling Team. Die pakken ook de Kwaremond goodie. Weet je wat erin zit eigenlijk? Ik niet. Flesje Kwaremond, gewoon allerlei meuk petjes, filtjes. Over een flesje Kwaremond gesproken? Nou ja, Dennis, hossel. Oh, ik wil ook nog een Kwaremond, ja. Ja, gewoon gezellig. We hebben nog een extra prijs voor... Nou, dit kan je bijna niet vervoeren, Lau. Nee, daarom. Deze ging niet opsturen. Die komen ze hier maar ophalen. Dus moet Jelle en consorten, jullie hebben het meeste bier gedronken tijdens Dirty Cancelled. Dus jullie krijgen dit 6 liter flesje, kom het maar ophalen of openmaken een keertje tijdens een barbecue hier. Maak het gewoon hier open, zou ik zeggen. Dit is gewoon 6 liter. Per decreet is deze uitgedeeld aan mijn vriendengroep. En dan worden geen... Want ik ging er niet mee rondsjouwen. Er worden geen verdere correspondentie. Ja. Overgedaan. Dan, kijk, Dennis, ik ga deze netjes in de verpakking laten. Want ik heb dit shirt zelf nog niet aan durven doen. Ik zelf, hè? Heb ik gedaan. Het ligt gewoon precies in je systeem. Lau, die loopt even naar zijn altijd opgeruimde, bijna alfabetische kleur gesorteerde zwarte ook laten zien. Kledingkast. Goed, hossel. En daar krijg je nu dus... Dus dat jochie, dat kan kiezen van 12. Want we hebben ook nog blauw en grijs. Maar, wat? Die krijgt het zwart. Oh, die krijgt het zwart. Oké, die krijgt het zwarte. Dit is niet. Dit is de nieuwe kleding. En deze heeft hossel gerokt. En dit is nog een andere. En dan hebben we ook nog blauw.
Zal ik even kijken, want ik weet wel waar het is, mijn blauwe shirtje. Ga gewoon in wasmand. Gewoon pakken wat je pakken kan, jongens. Waar is hij? Waar is hij? Die moutjes zijn wel lekker, hè? Die moutjes zijn mooi. Ja. Grijs? Hij gooit het letterlijk uit zijn wasmand. Wat een bunzing. Dit is echt de allerslechtste promofilm ooit, jongens. Kijk eens, jongens. Hè. Kleurtjes hebben, hoor. Kleurtjes. Dus Lau, vertel even. Lau, laat de moutjes zien. Moutjes laten zien. Als jij slechte benen hebt en dat 's ochtends voelt en met de grote boys mee gaat kleppen, dan nou, als ik met NAB mee ga, dan pak ik die. Ja, als ik slechte benen heb. Als ik gewoon medium ben, pak ik deze. En als ik me echt top voel, ik denk, nou, ik kan wel een beetje shit hebben, want ik pras het toch af. Pak ik deze. Je hebt ook wel iets van bodywarmers of zo. Oh jezus, ja, tuurlijk. Hier, man. Hier, bodywarmer, bodywarmer. Hij trekt het echt uit zijn... Uit zijn... Hier, deze ook. Uit zijn... Wasman. Het leuke is, omdat we drie verschillende shirtjes hebben en drie verschillende bodywarmers, heb je 3x3 is 9 verschillende setjes, dames en heren. Hey. Dat is net Pippi Langkous. Dat is het einde van pluggen, we gaan door met de prijzen. Nee, we zijn er doorheen. We zijn er al doorheen. Dus we gaan afsluiten door te zeggen dat, en dan moet je er even bij komen. Ja, ik ga erbij komen. Sorry, man. Ik was alweer meteen netjes aan het opruimen. Door te zeggen dat we iedereen heel hartelijk willen bedanken voor hun deelname en enthousiasme rond het evenement. En aan de chat ook. Aan de chat. Door te zeggen dat Dirty Cancelled echt een super, super, super vette dag was. Door te zeggen dat we gewoon met allerlei podcasts aankomen. Ik heb gisteren wel getraind, zeg maar. Nee, de shirtjes. O ja, gaat het ook. En door te zeggen dat alle prijzen en ieders kant uitkomen, dat worden we allemaal geregeld via de partners, die het, dus de Kwakzalvers en de Shimano's, en die regelen het allemaal. Wasmand. Dat is de praktische kant van zaken. Heb jij nog stichtende woorden, ten dan? Ja, iemand vroeg of ik een wasmand had. Een wasmand? Ja. Ja, dat vond ik op zich een goede vraag. Ik vond de kans dat toe. Ja. Ja. Ik weet niet of we het volgend jaar weer gaan doen, want nu was de omstandigheden waren dat top. Ja, misschien kunnen we wat met Leadfield doen. Die film, die wordt echt tof. Kan niet wachten. Ja, ik denk dat de maker van de film, dat we die over de kling jagen, maar daar komt hij nog wel achter. Ja, die vorige maker van Transit, die had direct een burn-out. Die had er nog. Die kon ons tempo niet bijhouden. Ik denk dat Brunootje... Ook niet met 12 Snickers. Op een of andere manier moeten we Bruno daarvoor behoeden. Weet ik veel. Geef hem een aardje weg of zo. Ja, af en toe een aardje vrij. Gerix groep. Ja. Smijten we toch mee. Oké, mensen. Hasta la pasta. Tot de volgende keer. Mazzel.